once again. Hallo beste kijkers, hier zijn we weer met part 2 van Minecraft tutorial Skyblock. En dat, yay! Dat heb ik nu echt totaal verkakt. Minecraft tutorial Skyblock. Minecraft tutorial Skyblock. Nee, het is gewoon Minecraft Skyblock tutorial. Ja, dat is beter. Oké, dat is beter. Dus we waren bezig met deel 3, het zekeren van je skyblock. Dus wat Pimboy nu doet, is hieronder, heeft hij dat uitgebreiden? Ja! Ga eruit! God damn it. Ik had toch niet meer zoveel steen meer bij, hoor. Wacht. Ben je eruit of ben je dood? Dood. Oh. Als je uit de server ging, dan kun je ergens anders... Alhoewel, het is moeilijk. Nee, kan niet. Oké, kunt je even... is fix home. Nee, maar als je eruit ging, dan had je nog kunnen leaven. En dan had je weer kunnen joinen. En dan was je er niet meer in de dinges. Oké, maar te laat. Slash fix is fix home. Oh, verkeerd geschreven, oeps. Fix home. Ja, oké. Okay. Je kunt ook op deze server is rank. Even kijken. Onze heeft... Oh, check, die eilanden zijn echt sterk. En wij hebben... Slash... Is... Kalk. De boom is weer gegroeid. Ja, dat weet ik. Dus wat hebben wij gedaan... Ik zie jou daar. Dus wat hebben wij gedaan... We hebben hier twee hout gezet, zodat je hier kunt blijven hakken. Zo. En wat Pimboy nu doet, is heeft het uitgebreide met steen hier van onder. En hij hakt het dirt en vervangt het nu allemaal met, met steen, zodat we meer dirt hebben voor de farms die we straks gaan maken. En Maar je kunt ook nog altijd met geld... Ja, op de server kun je altijd met geld. Dus we hebben ook wat offline dingen, cobblestone, zitten hakken. En ik heb een normale rang, dus ik... Oh. Hey. Hoi. Voilà, je ziet, ik heb een normale rang, dus... Ik kan niet cheaten, dus... En ik heb ook nul money, dus ik heb het niet gekocht. Ik heb niet dingen gedaan. Oh, dit wordt hilarisch. Waarom? Nee! Oh shit! Maar... ik heb ook opgenomen hoe ik dat hakte allemaal, dus ik ga het achter... Helemaal van achter ga ik het bijvoegen, keer 4 of zo, of keer 6 gaat het super snel. En dan ga ik nu even laten zien wat je nog kunt doen met het tweede deel. Dus allereerst is... Holy shit, ik schrok me echt te pletter. Oh ja, dat... Dat vuur scared the balls out of me, man. Uh-oh. Wat is er? Uh-oh. Niks. Even kijken. Hoe ga ik dit aanpakken? Dus je ziet hier... Even kijken. Oh, ja, helemaal. Daar zit het lava. Dus wat je wilt is dat precies... Hier de lava komt. De lava gaat precies daar komen. Dus wat je dan kunt doen is eigenlijk... Lava zo. De lava kan dan op zich zo wel vallen. Hoppa. En dan water... Je was bijna gevallen, hè? Nee, het is de bedoeling. Ik probeer gewoon dood te vallen. Het is de bedoeling dood te vallen. Nee, het is de bedoeling om dood te vallen, ja. Oké, maar dit wordt een ultra korte aflevering, want part... Omdat ik al bijna moet stoppen. Dus ik doe alleen nog deze en dan moet ik stoppen. Echt?
echt. Ja, ik weet het. Dus dit is part dinges. Deel 3 is bijna afgerond. En dan doen we een nieuwe deel. De Monster Farm, denk ik, of niet? Daarvoor gaan we. Eerst... Daarvoor gaan Wat zou je. De farm, de eten of zo. Ja. Oké, dat doen we het volgende. Maar ik denk dat ik nu ga moeten stoppen. Ik moet nu bijna stoppen. Dat is spijtig. En. Oh mijn god, jongens, zie je dit? Zo. Nu hebben we. 3. Cobblestone generators. Natuurlijk één heel gevaarlijke. Maar nu hebben we 3 cobblestone generators. In, na één dinges. Na één. Met één lava bucket. Dus je kunt natuurlijk nog altijd verder gaan. Nog een keer eentje dieper. Maar aangezien wij maar met 2 zijn, hebben we er maar 1. Eigenlijk maar 2 nodig. Daarboven was genoeg. Maar ik wil jullie dit echt wel even laten zien. Het is wel cool. Als je die met 3 of zo doen. Ja, met 3. Dat is nog eigenlijk geloofwaardig. Mensen die met 3 doen. Met 4 is het een beetje te veel op Skyblock, vind ik. Tenzij je Skyblock. Ik heb alles vooral vervangen ook. Okay. Wie heeft hier deze blok gezet? Welke blok? Kom naar beneden. Het heeft wel mijn leven gered. En 23 dirt. Gas. Ik heb daar dat gezet. Deze blok. Dat heb ik daar gezet, maar ik had er te weinig, duidelijk. He has saved my life. Yay! Waarom heb je zoveel dirt bij je? Ik had het allemaal vervangen. Oké, maar dit is dan part 3 van... Nee, part 2. Dus, de tip van part 1. Maak een cobblestone generator. Ja. En... Zorg dat je altijd boompjes hebt. Part. En plant er ook altijd. Ja, plant er ook altijd eentje. En part... In deel 2 is het... Zorg dat je eiland veilig is. En we hebben jullie laten zien hoe en ook hoe je cobblestone generators maakt. Dus we willen jullie bedanken voor het kijken. Likes worden geaanvaard. Sorry voor de korte aflevering, maar de volgende wordt de langere. Hoop ik toch. Kijk, Pimboy maakt het nog veilig op een andere manier. Dus dat is ook prima. Zo kan het ook. Abonneer als je dat nu hebt gedaan. Vergeet niet op Facebook ons uit te checken. En dan zie je ons de volgende keer wel terug. Laters. YOLO! Talking about the breakdown. Come on.